VVSB-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Biofeed, Van der Gent van der Meer Nuyens, slechtegrappen.nl en gebroeders J&B van der Slot en Zonen BV. Hallo, welkom bij VVSB TV. Vandaag is de wedstrijd VVSB HSC 21. VVSB heeft een uitstekend seizoen tot nu toe achter de rug en strijdt eigenlijk samen nog met HBS en EVV om AFC van de troon nog te stoten. De ploegen kwamen elkaar eerder natuurlijk al tegen dit seizoen, HSC 21 en VVSB. En die wedstrijd werd toen gewonnen in Haaksbergen door VVSB met 2-4. Eerste gevaarlijke kans is er dan hier waarschijnlijk voor VVSB in de maak met aan de rechterkant van de slot. Krijgt dan nog een tweede keer om voor te geven richting Bosma. En Bosma weet dan niet te scoren in de korte hoek. Maar na een kleine 2-3 minuten voetballen is de eerste kans er dus voor de linksbuiten van VVSB, die ook zo'n fantastisch seizoen draait. Hier het doorkoppen van Raterink naar Ottink. Ottink is dan voorbij van de slot. Van de slot keer terug, maar Ottink kapt hem uitstekend uit en dan staat het 0-1. In de plaats van dus de 1-0 na 2 minuten valt hij 15 seconden later aan de andere kant. Maar wel uitstekend gedaan hoor door Ottink. Ziet Van der Slot nog voor een tweede keer terugkomen. Maar kapt hem uitstekend uit en zorgt dus voor de 0-1. Maar VVSB lijkt er niet door geschrokken. Ceremony. Sterk aan de bal naar Josic. Maar Josic schiet de bal dan naast. En Ceremony probeert de bal dan nog terug te brengen, maar staat dan daarmee buitenspel. Zwart met goede crossbal richting uiteindelijk Ceremony. Ceremony, nou maak hem maar. 1-1, nee, niet. Wacht te lang. En daardoor is het niet 1-1. Maar nogmaals, VVSB lijkt niet geschrokken door die vroege tegengoal. Dan is er een wat mindere fase aan de kant van VVSB. Dat leidt dan tot kansen voor HSC, waaronder deze van Bas ter Hocht. Maar VVSB kan wegwerken. Niet uitstekend. En dus is HSC weer aan de bal. Weer is het Ottink. Die wegloopt bij Van der Slot. Van der Slot probeert nog een overtreding te maken. Maar die maakt hij gelukkig niet. Dat was nog bijna een penalty geweest. En ook uiteindelijk wordt er niet gescoord door HSC 21. Maar wat een kans. Ziet ook oud-VVSB'er Michael Verrier. En dan dit moment. In de 30ste minuut heeft Wilfred van Leeuwen genoeg gezien. Stuurt Van der Slot uit het veld. En voor hem in de plaats komt Hamdi. Bosma dan. Met de vrije trappen. Dan is er hands gemaakt door Arjan Goorman. Krijgt daar dan ook uiteindelijk de gele kaart voor hier. Door scheidsrechter de heer Steeg. Ja, en ik snap Mark Schut ook wel. Hij zegt, ja, waar moet hij zijn armen anders houden? Maar de kans is voor Bosma. Maar die vrije trap gaat er niet in. Koen Bosma altijd gevaarlijk op dit soort momenten. Want hij heeft een uitstekende trap in zijn benen. Hier wordt Josic onderuit gelopen. Deze keer is het de rechtsback van HSC 21. Die ook nog een vrije trap en een gele kaart tegen krijgt. Bosma of Josic op de grond en Schouten die zich warm loopt. Bosma dan met de vrije trap. En oh, wat een heerlijke 1-1. Ziet de ruimte in de linkerbovenhoek. En ja, dat hoef je Bosma geen twee keer te zeggen, want die weet daar uitstekend profijt van te maken. En zo zorgt hij vlak voor rust voor de 1-1. In een fase dus waarin HSC 21 beter was, is het nu misschien wel HSC 21 met de 1-2? Nee, is het Remy Raterink die twee keer niet weet te scoren. En het wegwerken is er gelijk van VVSB. De terugkoopbal van Weustink is kort, te kort. En dus is het Ceremony die hem kan geven aan Bosma. En zo zijn we 2-1.
Het tegenovergestelde van wat er aan het begin van de eerste helft gebeurde toen VVSB een levensgrote kans kreeg en uiteindelijk HSC 21 degene was die de trekker overhaalde, is het nu andersom. En ja, zie je ook Ronald van der Meer juichen, want hij maakt twee fantastische en belangrijke reddingen. En ziet dan aan de andere kant de 2 tegen 1 vlak voor rust erin knallen. En dan begin tweede helft. De bal voorlangs door Sven Beustink. Maar dus is het weer HSC dat fel begint aan die tweede helft. En is VVSB dan weer wakker geschrokken na die eerste kans van HSC 21. Het lijkt er wel op, want Van Laren gaat hier uitstekend voorbij zijn directe tegenstander. Ziet dan Joost iets vrijstaan, maar krijgt de bal daar niet helemaal bij. Zit Kruijvanger er goed tussen. Hamdi ingevallen dus voor Van der Slot. Geen buitenspel hierbij Van Niel. Van Niel gaat voor eigen succes en is nog bijna trefzeker ook. Omdat Brammer de bal nog onder zich vandoor ziet glippen. Maar niet de 3-1. Hier misschien dan wel door Zwart. Nee, het is niet Jordi Zwart. Hij maakte wel een goal in de uitwedstrijd tegen HSC 21. Maar maakte hier niet de derde voor VVSB. En ook niet zijn derde van dit seizoen. Van Laren dan weer. Weer is hij zijn directe tegenstander kwijt. Overtreding, maar scheidsrechter zegt ga maar door, wordt voordeel gegeven. Serboni ziet Van Niel dan weer vrij staan en Van Niel zorgt voor de 3 tegen 1. Uitstekend dus voordeel gegeven, ook door scheidsrechter Steeg. En dat overzicht ook weer van Serboni. Eerst bij de 2-1 en nu bij de 3-1. En dus is die spits ook gigantisch belangrijk voor VVSB hoor. Heeft er dan misschien maar 1 gemaakt dit seizoen. Maar laat met zijn overzicht en ook hoe sterk die is zien, hoe belangrijk hij is dus voor VVSB. Dat gelijk op de jacht gaat naar de 4-1. Hier met de knal van Bosma. Jozic dan. Met de bal aan de zijlijn. Richting Van Niel. Van Niel en Koen Bosma dan samen even een fout. Geen goede communicatie. En hier is het dan vuilbrief die even aan de noodrem moet trekken. Krijgt daarvoor de gele kaart. Maar weet zelf ook dat hij een belangrijke overtreding heeft gemaakt. Want hij zorgt daarmee dat de angel uit de aanval is van HSC 21. Hamdi, die sterk invalt hoor voor Van der Slot. Ruimte uitstekend gemaakt door Van Laren, zodat Hamdi de voorsprong kan geven. En Bosma, die dan uiteindelijk kopt op het lichaam van Jeffrey Brammer. Nog even aangeslagen lijkt, maar volgens mij gewoon door kan. En misschien is het ook dat hij baalt dat hij niet de 4-1 gemaakt heeft. Koen Bosma. 14 goals dus inmiddels alweer in dit seizoen. Is het hier weer aan die rechterkant. Hamdi met de voorzetten weer richting Bosma. Maar die kopt de bal dan voorlangs. En zo maakt Bosma geen hattrick. Maar krijgt hij hier wel de publiekswissel. Koen Bosma mag na zo'n 80 minuten het veld verlaten. En krijgt terecht het applaus mee van de supporters van VVSB. Voor hem komt Noordwijker Houter, Stijn van der Slot. En ook natuurlijk voor Stijn van der Slot is dat een mooi moment dat hij weer in het eerste mee kan spelen. Neefje ook van de rechtsback, Peter van der Slot, die eerder dus het veld verliet na een minuut of 30. Goed hakje daar van Erwin Nieuwboer. Is het best aardige combinatie hier van HSC 21. En hier wordt Ronald van der Meer nog aardig getest door Erik Wassens. Die was ingevallen bij HSC 21. En dus nog even de beide trainers van de bank om VVSB nog op scherp te zetten. Kruijvanger. Oh, wat een schitterende beweging van de verdediger van VVSB. En dit is ook uitstekend gezien door het arbitrale trio. Want het was niet Van Niel die buitenspel stond. Maar hij maakt ook geen 4 tegen 1. Of dan uiteindelijk hier wel misschien via de invaller van de slot. En nee, zo wordt de bal ook nog van de zijlijn gehaald. Maar VVSB dus dicht bij de 4-1. Kan misschien nog wel op zoek gaan naar de aanval. Hier via Van Laren. En nee, ook die bal gaat er niet in. En zo wint VVSB deze belangrijke thuiswedstrijd. Op jacht nog misschien richting de eerste plek tegen HSC 21. Trainer Wilfred van Leeuwen. Misschien buiten minuut 10 tot en met minuut 40. Voor de rest tevreden over dit VVSB? Nou, ook met die eerste 10 minuten speelde gewoon goed. En ik denk dat wij dat doelpunt moeten maken en dat die een minuut later bij ons erin ligt. Dus
de groei van de ploeg zie je ook doordat we daar niet van in paniek raken. En wel blijven voetballen. En ik denk gewoon dat we eigenlijk wel misschien wel met 5, 6, 7-1 de wedstrijd moeten winnen. Was die 1-1 van Koen Bosma de vrije trap het breekpunt in deze wedstrijd? Nou, ja, Koen maakt altijd dat soort goals, hè, dat weet je. En vrije trappen rond de 16, dat zijn voor ons kansen. Alleen wij mogen nooit op die manier die eerste goal weggeven. Ik bedoel, dat is gewoon slecht. Alleen waar we in het begin van het seizoen wel eens dachten van, oh jee, wat nu? We blijven gewoon voetballen en datgene doen waar we goed in zijn. En dan ben je eigenlijk vrij makkelijk toch wel de wedstrijd. Ja, het is misschien 9 punten verschil met de koploper AFC, maar leeft dat dan nog steeds een beetje, de eerste positie in de topklasse? Ja, kijk, we hebben nog 6 wedstrijden, 18 punten en daaronder zit AFC. En AFC krijgt ook, die spelen achter ons aan, dus wat wij hebben gehad krijgen zij. Dus we zullen het wel zien, volgende week zaterdag naar WKE. En dat is ook wel een lastige wedstrijd op kunstgras, altijd lastig ook wel in Emmen om daar te spelen. We gaan van week tot week en aan het eind maken we de balans op. Nog één vraag over de wedstrijd zelf. Dat was de wissel in de 33e minuut al. Van de Slot eruit en Hamdi erin. Wat was de gedachtegang achter die wissel? Nou, Peet speelde heel slecht. Echt heel slecht. En ik heb best wel genade met slecht spel, hoor. Want je hoeft niet elke week top te zijn. Alleen bij die goal is hij niet thuis. En daarna gaat het weer een aantal keer mis. Ja, goed, dan kiezen we toch voor het resultaat. Dat hoort er ook bij. Dat hoort ook bij topklasse voetbal. En het resultaat was uiteindelijk uitstekend. Dus goede wissel. 1-1 is 2. Zijn jullie geschrokken na die vroege openingsgoal of niet? Nou, ik had het er in de rust over. Ik heb het idee dat wij heel vaak in de eerste 5 tot 10 minuten een tegendoelpunt krijgen. En ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar elke keer komen we er wel weer bovenop. Dus wat dat betreft goed dat we daar gewoon steeds een antwoord op hebben. En toch ons eigen spel blijven spelen. En dit seizoen wordt het keer op keer beloond. Op een gegeven moment staat het 3-1, dan zijn er nog kleine 30 minuten te spelen. Had jij toen het gevoel dat deze zit in de tas? Ja, ik had het al in de eerste helft had ik al het idee. Ik had zelf de wedstrijd misschien nog wat eerder op slot kunnen gooien met een paar kopballetjes. Alleen, ik vind eigenlijk dat als we echt stappen gaan maken, dat we hier misschien 4-5 doelpunten moeten maken. Dus, maar we zijn geen moment in de problemen geweest op een paar klutsballen na. Nou ja. Vind je dat het enige smetje op de wedstrijd? Dat je misschien zelf nog 3-4 goals had kunnen maken? Nou, smetje wil ik het niet noemen. Ik had het wel leuk gevonden als ik wat meer had gemaakt. Maar het is sowieso voor mij de eerste keer dat ik 2 keer in een wedstrijd scoor. Dus laat ik daar maar tevreden mee zijn. En dan misschien wordt het nog een keer 3 keer of 4 keer. Nou ja, laten we hopen. Volgende week WKE. Lastige uitwedstrijd? Ja, ik vind dat wel leuk om daar te spelen. We hebben echt een prachtig kunstgrasveld. En ik weet niet, zij spelen dit seizoen volgens mij niet heel goed, niet heel hoog. En op zaterdagavond, dus met een beetje kunstlicht, brengt het altijd wel wat smeer sfeer. En dan na afloop met z'n allen de stad in, denk ik. Veel plezier en alvast volgende week. Dan gaan we goed komen, ja zeker. VVSB TV werd mede mogelijk gemaakt door Biofiet van Gent van der Meer Nuyens, slechtegrappen.nl en gebroeders J&W van de Slot en Zonen BV.